Jan, hoe is het? Prima, jongen. Hoe ben je de kerst doorgekomen? Heerlijk plat op de bank. Ja, geen kerstdiners? Voetbal gekeken, naar de klos gekeken. Van de Poel, Wout van Aert is teruggekomen, dus ik heb een fantastische kerst gehad. Want mijn nabestaanden waren aan het skiën. Oh. Ik denk alleen maar aan zichzelf. Anders had je wel een kerstdinertje gehad, bedoel je? Ja, dat denk ik wel, dat ik van mijn zoon zou krijgen, maar ja. Maar goed, lekker op het bankje gekeken. Is het altijd zo dan bij jou met kerst? Dat je op hun gaan, mijn kinderen gaan, skiën. Skiën, ja. Nou, waar ik een baal in die koude sneeuw leggen, denk ik niet zitten. Nee, maar waarom ga je niet mee? Ik ben er binnen een zonneman. Maar ze vragen me ook nooit. Dat is niet zo moeilijk. Als je nou terugkijkt op 2019, hè? Ja. Welk moment, waar denk je dan gelijk aan terug? Ja, je begint te lachen. Waar denk jij waar ik aan terugdenk? Ik zou het niet weten. Dan denk je het goed na? Ja, nee, ja, ik heb ook wel zo'n momentjes, maar ik weet niet waar jij aan denkt. Nou, Joey. Er was toch een 2019, toch? Ja. 6-2 of niet? Was het niet 2019? Dat was 2019, ja. Dus dat is een hele makkelijke vraag. Dat... Kijk, elk hoogtepuntje wat wij hebben, moeten we koesteren. Als je daar puur naar het voetbal kijkt, ja. Alleen, hè, waar kom je dan nou, op? Dan kom je gewoon bij Ajax terecht. Het eerste half jaar van nu, van 2019, hebben ze enorm op een enorm hoog niveau gespeeld. Ik was helemaal gek van, en nog steeds, van Donny van der Beek. Weet je wel? En Frenkie de Jonge, De Ligt, ja, gaat zomaar door. Dat vond ik, zeg maar 2019, vooral het eerste half jaar, ja, vond ik ze op in Holland dan op eenzame hoogte staan. Het dieptepunt was eigenlijk, als ik gewoon een sportieve van mijn clubje, was al na 2-3 maanden dat de Stam opstapte of wegging. Kijk, En dan kwam er ineens weer zo'n klein opneukertje. En die haalt ineens 19 op 21. Met ander voetbal. Met realistisch voetbal. Naar de kwaliteit die je hebt. En je hebt zelf in dat beroep gezeten, op dat vak gezeten. En het is zo belachelijk dat een trainer ontslagen wordt. Maar goed, nu zit advocaten dus. En ik weet nog in het begin... had je nog contact met hem ook? Hoeveel contact steeds, heb je met hem gehad dan? Ik bedoel, ja, nog jij... steeds. Soms ga ik naar Varkenoord. Ja. Dus ook jouw verdienst eigenlijk? Dat het nu nee, helemaal niet. Nee. Wie vind jij op dit moment dan echt de beste voetballer? Ja, ik wil er twee noemen. Nou, eigenlijk drie. Het zijn drie topploegen. Dus, één top en de andere twee zijn... Nee, daar kon ik... Bij SIEC en dan kom ik bij twee mannetjes, Cocu, die onder Dickie steeds stappen vooruit maakt. En ik kom bij Iataren. Ja, die vind ik zo verschrikkelijk goed. En ja, dat zijn dus gasten. Kijk, dus gelukkig heb je eentje heb gekozen voor het Nederlands elftal. En die andere twee hebben verkeerd gekozen. Het is nu winterstop, dat betekent ook geen Veronica Inside. Ja, daar zou je wel van balen, toch? Ja, het is een programmaatje wat niet normaal is natuurlijk. Soms is het wel leuk dat je even drie weken niks van de drie patatjes hoort. Dan is het even rust in de tent. En dat is weer op adem komen. En dan ja, zullen we op dezelfde manier doorgaan. Maar het is, heet het? Het is nog steeds leuk om daarbij te zijn, bij die drie mafkezen. Hoe vieren ze oud en nieuw eigenlijk in België? Nou, 12 uur, dan komen ze naar buiten en dan gaan ze van die rotjes, of wat ik wil, ja, ik noem dat rotjes, ik weet niet hoe ze het nou noemen. Vuurpijlen, noem maar op. En dan half 1 uur scheiden ze er weer mee uit. Nou, dan heb ik mijn oliebolletjes binnengegooid, die jij meegenomen. Die komen uit Nederland. Die heb jij meegenomen. Die hebben ze in België niet, hè? Jij denkt geloof ik dat we achterlijk zijn hier. Tuurlijk hebben we. Wil je toch wel oliebollen?
Natuurlijk hebben we oliebollen, man. Maar wat ga jij doen, trouwens? Nou, gewoon op mijn bankje leggen. En de volgende dag komen mijn zoons, denk ik. Die komen wel nieuwjaar wezen. En dan zeg ik na 10 minuten, nou, ga nou maar weer weg. Namens alle kijkers en ook zeker namens mezelf, de beste wensen. Dank je wel, Joey. Maar ik wil ook iedereen die naar die drie patatjes kijken. Een heel gelukkig nieuwjaar wensen, goede gezondheid. En dat ze nog ontzettend veel plezier mogen hebben.